een stukje toekomstvisioen. Hier komt hij. Waar was jij in Godes naam geweest als je niet alleen of in een ploeg op onderwijsvernieuwing had gezwoegd? Waarschijnlijk bij je alledaagse leest. Aan je bureau of voor je mentorklas, orerend voor een groepje vakstudenten, om wat ze moeten weten in te prenten. En alles bleef gewoon zoals het was. Waar zouden we in Godes naam belanden als wij, als een geleidehond zo koest, in ons lesgevend hokje vastgeroest, toekeken waar het onderwijs zou stranden? Maar jullie waren met een visie hier, om met elkaar te sparren, spuien, spreken en een vernieuwend potje te doen breken. Verandering begint met pioniers. Om door in kladgevangen hersenkraken in jouw school, die continu verandert, een stroom die steeds weer onverwacht meandert, toch waarlijk het verschil te kunnen maken. Een rivier die in het landschap slijt, kent elke bocht en afgevlakte steen en glijdt er dus met speelsgemak omheen, steeds dieper vastgeklonken in de tijd. Zo doen we dat nou eenmaal, is een kreet die jij ook in het onderwijs soms hoort, die inhoudt: zorg maar dat ik onverstoord niet buiten mijn bekende oevers treed. Maar jij weet dat de toekomst juist gebaat is bij ongekaderd naar de zaken kijken. Bij als het moet opnieuw de zaken eiken. Als een rivier met nieuw bepaalde kades. Wees maar blij, want jouw geest is nog vrij om dagenlang vrijuit te innoveren op het gebied van visie, kennis, leren. En zo draag je geen steen, maar rotsblok bij aan iets wat er ten diepste toe moet doen. Aan de student met stress en druk behept, die zelf zijn orde in de chaos schept. Jij bent een stukje toekomstvisioen. En valt dat visioen in 1000 stukken, te weinig geld, geen draagvlak, FTE's, houd dan ook hoop. Wees zeker niet bevreesd en streef naar het briljantste soort mislukken.